Welkom bij de Tempelgids. Wij beschrijven vandaag voor jullie de Kaira Ma Tempel. Hoppa. Daarvoor moet je in Goron stad zijn in eerste instantie. In het huisje naast de winkel met de grote blauwe pot op het dak. Dan zie je hier een flippende Goron. Die is echt aan het trippen, jongen. Nou, je gaat even met hem praten. Deze man heet Bladon. Ja, zijn broertje is nog niet terug. Wij moeten dus zijn broertje vinden. Is niet heel moeilijk. Die zit hier. En wij zijn er stiekem al geweest. En hebben ons reismedaillon neergelegd. Ja. Anders moet je erheen lopen. Dat is ook geen probleem hoor. Maar om dit even voor jullie wat sneller te laten gaan, hebben we ons reismedaillon er even neergelegd. Daar ligt het broertje. Zullen we hem vragen wat hij nodig heeft of zal ik het gewoon zeggen wat hij nodig heeft? Ik ga het wel gewoon zeggen. Wat hij nodig heeft is rockroast. Ik denk dat dat hier rotsvlees heet of rotspies, rots. Het is in ieder geval voedsel voor een Goron. Dan loop je dus hier naar beneden. Sloop tot vijanden. Volgens mij wilde die proberen een linkeltje te schoppen. Kan toch niet? Dat is toch verboden. Hij ook al. Nou, kies kun je heel makkelijk, vooral vuurkies. Hoep, die is dood. Verijzen. Verijzen, dan komt hij helemaal niet in je buurt. Bevriezen. Dan lopen we naar beneden. Er zijn weer straks nieuwe vijanden hoor, dus gebruik deze regeltjes verstandig straks. Met je rotsvoedsel. Ja, we gaan zo eens zien hoe het heet. Je was even het geluid bij die stenen maken. Ja. Oh, we moeten dus wel vragen wat hij nodig heeft. Dan ligt het er pas, denk ik. Want ik zie het nu niet liggen. Nou, dan zijn we zo bij je terug. Zo. Rare plek, hè, dat we weer zijn. Nou, gaan we toch eerst maar eventjes met broerlief hier praten. Konguron, jammer. Rotsbief. Ja. Die is leuk. Ja, hij is leuk, rotsbief. Ja, rockroast, rotsbief. Ik vind hem leuk. Ja. Ik moet toegeven, deze is leuk vertaald.
Een grondschouder, een chronische aandoening. Ja, ja. Je wilt gewoon het kleine meisje zien gaan, hè? Ik zie het wel. Gewoon een klein meisje laten sjouwen, hè? Ja, dat wil hij gewoon. Ik weet, ik zie het wel. Arme kleine kind, straks hartstikke kapot. Maar... voedsel halen we jullie. Nou, dan gaan we weer naar beneden. Je ziet het, daar staan nieuwe vijanden. Gelukkig is deze, zijn deze makkelijk. Ik ga jullie trouwens niet laten zien wat er gebeurt als je bompijlen hier gebruikt. Dat moet je gewoon allemaal niet willen. Ik ga het even makkelijk doen. Be gone. Nou. Nou zeg. Ben ik slecht aan het schieten vandaag? Dat kan toch niet? Ja, met engineers. Of geavanceerde pijlen. 2-1. Boom. Oh, maar kijk. Kom hier. Zit in deze Wii U een kleine glitch? Wat is? Kijk eens naar de hoeveelheid pijlen die ik nog heb. Ik had er net nog maar 14. Waarvan? Geavanceerd. Ze gaan door deze glitch op een of andere manier niet op. Ik denk dat dat de emulator is en dat ze dat nog aan het patchen zijn, maar voorlopig... maak wij daar dankbaar misbruik van. Precies toch. Is geen cheat? Nee, echt niet. Ik geen cheat aanstaan. Ook mijn wapens gaan bizar lang mee. Volgens mij is dat ding gewoon hartstikke glitchy. Ah, dat zijn ze. Ja. De rotsbief. Nou moet dat arme kleine meisje met dat zware ding boven de hoofd. Naar boven en vijanden verslaan. En boulders ontwijken. Ja, daar laten ze wel allemaal mee. Maar... ik dacht, die gaat over me heen. Zo'n klein been lopen niet. Linkeltje, kom mesje. Heeft hij je gezien? Dan had hij me gezien. Nu ziet hij niks meer. Je hebt me ook gezien. Ik ben heel erg bang. Over. Je ziet het, het blijft 17. Er zit een klein glitchje in. Hoppakee. Die doet het ook niet meer. Maar goed, met jouw schietkunsten hier. Dat is een ideaal spel dit voor mij. Van schieten wat ik wilde. Ja. Dat wordt niet minder. Ja, ik ben zoveel beter op mijn Switch. Maar met deze kleine glitch verlies ik geen pijl. Ik ben extreem bang voor jou.
we bang voor moeten zijn. Daar bovenop zit een bokoblin, maar... Of een bokoblin, een moblin. Daar. Ja. Auw. Nee. Waar is hij? Weg. Clip. Dat is Clip. Vind ik ook wel. Gelukkig liggen er nog meer. Ja. En als je het zo vaak verpest dat er geen enkele meer ligt, dan ben je echt goed knap. Of eigenlijk juist niet. Anna denkt bij zichzelf. Challenge accepted. Dat had een actie van mij kunnen zijn. Oh god, dan word je zo meteen aangevallen door een struisvogel. Meneer de Mablin, heb jij ooit mijn pijlen ontmoet? Dus eens kijken of hij dat gedaan heeft. Ik ga er in ieder geval zen bij zitten. Niet zo ver. Echt serieus, jongens. Waar zijn mijn skills? Thuis gelaten vandaag? Ik denk het. Zo. Om mijn reputatie iets te redden. En het plekje even goed kijken of er geen moblins meer rondvliegen. Zo te zien niet. Die zijn moe geworden in hun armen. Ja. Oh jee. Wel gesteente wat naar beneden komt. Van het gesteente. Dat is gezellig. We horen ze toch een waarschuwingsbord voor te hebben. Pas op, van het gesteente. Ach jullie. Nou. Zal ik daar even accordingly mee dealen? Even de rotsbief daar neerleggen. En dan gaan we even daar wat aan doen. Normaal zijn grotere choo-choo's moeilijker te slachten. Maar dat probleem heb je met ijspijlen. In een warm, heet gebied. Dit noemen we een heet gebied, dit noemen we geen warm gebied. Dat probleem is er niet. Je gaat niet de choo-choo jelly pakken. Oh nou, want dan valt dat ding weer. Dan moet ik weer helemaal naar beneden. Oh, 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 oh. Ah! Vang je. Stop. Nikkel, sta op. Drama queen. Pak dat ding op. Nee joh, dat ligt er nu wel. Ik kon dus echt niet langs die boulder. Dat lukte me gewoon niet. Dat was een heel groot ding. Is dat de grot waar die ja. Goron broeders in zitten? Kijk maar, daar is onze reismiddeljong. Struisvogel. Hadden die broers niet makkelijk kunnen doen. Niet struisvogel. Struisvogel vangen en die eten? Nee, het zijn gorons. Die eten stenen. Ja, oké. Okay.
Waar ben je eindelijk? Hallo? Ik ben 3 keer geplet. Eerst 3 keer geplet en dan gaat die been er eindelijk. Je had ook zelf kunnen halen. Met je goronschouder. Jee! Ze heeft een vrouwelijk piedeldeuntje. Of kreetje. Ja. Ja, dat is wel massief. Zo, echt wel. Leuk. Maar ze eten dus gewoon stenen. Ja, de Kairama. Ze zijn blijkbaar ergens weggeschrokken. Lekker stil altijd die Gorons. Ja. Yeah. De ene laatste. Ja. En moeten we hier binnen ook nog iets doen? Ja. Of, Kijk maar, geen water. Niet eens een zicht. Bergen, geld. Ja. Doet u maar. Deze is leuk. En moeilijk ook hoor, als je... Hoi. Wat was dit mijn bedoeling? Dan heb je de kist. Nee, die is ook wel veel waard. Ja. Sta op, Winkel. Sta op. Kom op. Stop met rollen.
hij is de monnik. Maar de laatste kist. Vliegen we even naartoe. Moet je zien hoe ver je bent gelopen. En dat in Elden! En we lopen het laatste stukje even naar boven. Naar de monnik en zijn glaasje melk. Dan gaan we ons opmaken voor de laatste van dit jaar. Ja. En dat klinkt heel ver, maar het is nog maar 11 dagen. Lincoln. Doeg, hè, meisje. Hé, Lincoln. Probeer het ijs weer te pakken. Doeg, meisje.